Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Plotwereld, in Toverland. En vandaag gaan we verder. In de vorige video hebben we het land van Thuis bezocht en vandaag gaan we een halfvoetser via de Mirakelroute naar de Magic Forest. Deze muziek staat me wel wat meer aan dan daar. Mensen, waar zijn we terecht gekomen? Hier hebben we een podium waar dat zo van die kinders op thuis worden gegeven. Zo. Het moet een keuken voorstellen en er een paar zitten van. Hoi, ik ga een taart bakken. Ah, tof. Oké, we gaan de topper van de hal al direct pakken omdat die toch moet opengedaan worden. Dus dan doen we die even op. Dat is de Expression Zork. Expression Zork, die kennen we misschien beter als de Backstroke River. Een Mack Rides boomste attractie. Toch een van de beste die dat ik in mijn leven gedaan heb. Is wel leuk. Jezus. Daar hebben we het monster Zork, dat groen. Die spuit af en toe water in de boot. Oh, gezellig. Maar deze is dan ook weer een redelijk nieuwe. Terwijl het een beetje zo rond de jaren 70, 80, 90 zijn, is deze van 2005 of zo. Maar die taak nog wel rap, mensen. Oké, bovenaan gekomen. Hier is een dichte draaischijf, waardoor we achterwaarts naar beneden gaan. Geen splash precies. Maar dat is wel jammer, man. De fuck, waarom gaan we achteruit? Nee, die ook achteruit gaan. Werkt er goed voor mensen. Het is niet echt een hele lange baan. We gaan al direct weer. Gisteren die op de kermis staan. Hier op de lift zit ook nog een draaischuif. Ah, kijk nou wat de fuck gebeurt er. Wat ik eigenlijk wel raar vind, want boven is ook een draaischuif, maar. Blijkbaar willen mensen niet helemaal achterwaarts naar boven gaan, of zoiets. Fuck, wat dan daar je doen? Dus nu gaan we helemaal naar boven, naar buiten, voor de tweede drop. En maar ik ken het ook voor mensen. En die is wel. Ik ben hier al redelijk veel geweest, hè. Is er al vaak geweest? Je had ook in de review kunnen zien dat ik hier zeiknat werd. We krijgen damage wel minder. Hier de Bob van Efteling staat daar, dus het is niet helemaal Toverland hier. Ik denk van alles en nog wat mensen. Hier is ook nog een draaischuif. Dus, en dan gaan we naar de grote dat vol. Dat is van draaischuif. Ja, hier is het geen draaischuif. Ja, maar we gaan rap, niet dit. In het echt is er ooit een accident gebeurd hier bij deze afdaling. Dat het bucket veel te ver doorliep, waardoor het van de baan afflikkerde. Hier in die boot of van? Als we naar beneden gingen, normaal wordt de boot afgeremd door de splash en dat gebeurde dus niet. Dat blijft doorrijden, van de baan af. Ja, waar is die, die glazen koepel daar? Ik weet niet, niet de bouwer. Dat is dat van SpongeBob misschien, niet de bouwer. Van deze. Mak. Ja. Hier net voor ons op dat groen zal de boosterbike moeten komen. Hij weet niet wel hoe de bouwer is, mensen. Ik zeg het juist, mak. Ah, maar dan blunder van het. Ja, Mack Rides en Intamin, dat zijn zo'n beetje
De bouwers die dat de beste boomstammetjes kweken. Kweken? Die van in Bobby Allen is ook van Mac, of niet? Nee, die zijn van Intamin. Het is weer van dat mensen, Intamin. De Holland? Nee, Zwitsers. Dat is cool. Dingen ze. Heel al damage. Die van Walibi, die, dat is van Mac. Hey mensen, voor tot zover de boomstammetjes van eigen deeg. Van eigen deeg geweest, hè. Villa Fiasco is de volgende. Ja, dat is een. Dat is een funhouse, dus dat is gewoon. Dan moeten we gewoon doorlopen. Dus ik ben eens curieus of dat ze hier ja, interactie hebben toegevoegd, gelijk als dat wij hebben gedaan. Maar die indruk heb ik op het eerste zicht niet. Ah ja, dat is in ons funhouse. Ja. Ja, nee, hier, is, hier hebben ze niks gedaan. Hier hebben ze zo'n aparte trap, maar dat is ook niks. Ja, de echte is ook een redelijk zwak funhouse. Lekker uit van ons. Ja, Villa, we hebben een soort laboratorium. Nabouwen. Ja, ja, dat zijn ze. Kledder op een toyer. Ah ja, dat is die. Dat zijn die speelattributen. Dank trampolines hier. Als die klimtoren en al die nest. Je gaat op zo'n touwbrug. Goede kwaliteit, mensen. Ideaal voor de kleine mannen. Wat ik hier wel. Wat er wel opvalt, is dat ze de blitzbaan er niet hebben gezet. Want hier zal normaal de ingang van de blitzbaan moeten zijn. Maar ze hebben hier de Beer Garden gezet. Is het een Duitse server of zo? Nee, gewoon Holland. En de boosterbike? Ja. Op dit rechtje wordt je naar het schijnt, want ik heb er nooit gedaan. Oké, de boosterbike is hier wel verkeerd gebouwd, hè. Die hoort ergens anders te staan. Die hoort daar te staan. Ja, dit is. Deze is dus die attractie met de brommerkjes, waar. En iedereen zegt zo dat je daar onvruchtbaar van wordt, maar eigenlijk valt er nog best mee zijn. Jongen, typhoon, dat is nog erger. Je krijgt hier zo'n barrel in je rug geduwd en je zit er dan zo. Zo erg is dat niet. Je voelt dat nu in je ballen zo. Wil high fall in. Voel ik ook hard in mijn ballen, ga ook niet. Wil high fall in Movie Park, daar moet in hangen. Dus als je daar als vent in gaat. Ik denk zeker we gaan een fijne rit beleven. Ja, gelanceerde achtbaan is thuis. Van Vekomo. Hoe rap gaat hij? 70. Goeie lancering, mensen. Dat is al normaal. Amai. Dat is een hele korte lancering, hè? Wel een product. En de bouwer eens, je moet alles erbij vermelden voor de kijkers. Maar je luistert precies niet, hè? Wat? Ik zei, Vekoma. Het is dus duidelijk dat ze niet alleen het Toverland nabouwen. Ja. Fijne baan dus. Ja, de baan stelt niet veel voor, maar ik vind het vooral speciaal dat je brommertjes ziet. Dat is eigenlijk de reden dat ik hem altijd boven Dwervelwind zet in mijn top 10, maar ja, uiteindelijk moet ik wel toegeven, Dwervelwind is wel beter. Dus in het vervolg zet ik Dwervelwind boven Boosterbike. Ah, en de volgende top 10, Danny. Veel mensen zeiden van Boosterbike boven Dwervelwind, what the fuck. Ja, ja, ze hebben gelijk. Er is nog één attractie die we kunnen doen, de rest is in onderhoud. In het Wilde Westen, de Noorderlijste. Asperto. Als hij zijn attractie is, tenminste. Wat is dat? Dat is zo'n kartbaan of wat? Kunnen we ook echt rijden op een van die dingen? Wacht, is het hier nou gebruik?
Om daar VIP voor zijn. Ga ik daar Danny, ik zit daar erop met die dikke put. Ga maar erop zitten. Oké, drive. Shell. Ik denk dat deze Carbon is van Movie Park. So, in thema van de Ninja Turtles. Aangezien ik Shell zie op deze muur. Nou, we hebben nog een attractie van Vita Park. Klein maar fijn. Ja, mini free foto. Dat is Jens met de geit. The fuck, ja. Nee, ga er aan gedacht. Dus het timmer. Wat is het goed? Game. Oh, het is geen handig. Stop it. Mooi grapje. Pas geven! Volg jij gewoon! Fly to the sky! Long standing! We're flying high! We're flying. Rise up to the sky! We're mad! Eigenlijk mag Toverland ook wel een echte freefall toren maken. Oké. Eigenlijk nog parken, want een freefall toren, daar is niet veel ruimte voor nodig. Zoals Bobbejaanland, als dat nog wilt uitbreiden. En als ze een grote achtbaan willen, dan zullen ze denk ik wel een attractie moeten slopen. Maar een freefall toren, dat kunnen ze altijd bouwen. Oké, dan zijn we ook weer rond, zoals Plotwereld voor deze keer. Mocht er nog een vervolg komen, dan zien we jullie dan. Dus stop. Dus ik ben hier boven. Dus. Zo. Tot de volgende video in Plotwereld. Ciao. Later.